Ja, ik heb ook al zo gauw gezegd dat we elkaar in dat woord bijzonder, dat we elkaar niet alleen veel plezier hebben met elkaar. Dan wil ik zeggen, we reizen met onze bejaardenhuizen van Enschede tot en met Nijverdal. En we hebben met elkaar, en zowel de bewoners als wij, veel plezier. Nou, het is niet alleen bejaardenhuizen. We hebben wel ze nu en dan een keer een ander partijtje. Maar zoals ik al eerder gezegd heb, het is wel de muziek voor de 50-plussers. En die moet u niet zoeken onder de 50. En wat is het doel van de Harmonica Club? Nou ja, op de eerste plaats mensen gezelligheid brengen. Wij doen het geheel bijna kosteloos. Wij hebben alleen een hele kleine vergoeding voor dat we een keer een nieuwe blouse en een nieuwe broek kunnen kopen. En dat is eigenlijk onze bijdrage aan het hele gebeuren. Nu staan we hier vanavond in jullie hometown, Bonnebroek. Bijzonder? Ja, Bonnebroek is voor ons, het is hier altijd gezellig. En wij voelen ons hier thuis. En ik denk met hun voelen we ons met elkaar thuis. Ik denk als u dichtbij zoekt dat u in ieder geval hier met de kerstmarkt moet zijn. En dan zijn we ook hier in dit huis. En wij noemen het al een klein beetje ons huis. We hebben heel veel met de kerstmarkt, veel optredens hier in de kerk. Maar wij hebben altijd, al die jaren eigenlijk al hier, zolang de kerstmarkt bestaat, hebben we hier ons plekje. En we voelen wij ons thuis.